Stel, ik word verdacht van een moord. En van het delict zijn camerabeelden en het rechercheteam stelt op basis daarvan een lijst samen met verdachten. En jou wordt gevraagd om mij te herkennen in dit overzicht. Wie van deze mensen ben ik? Bij veel misdaadonderzoeken zijn dit soort fotoconfrontaties van groot belang. Yes, this is him. Maar hoe betrouwbaar zijn dit soort verklaringen op basis van gezichtsherkenningen? Die wenkbrauwen zijn niet te zien, mevrouw. Hoe kan je hem nou aan de wenkbrauwen herkennen? Kan een getuige, soms met de beste intenties, toch een verkeerde verklaring afleggen? En hoe komt dat dan? Je moet ontzettend uitkijken dat je niet in een tunnelvisie geraakt. Als documentairemaker hield ik me het afgelopen jaar bezig met een zaak waarbij zo'n getuigenverklaring van cruciaal belang was. Het ging over een jongen, die was toen 19, en hij heet Vernon Romney. De ser inocente, riba un caso de atraco con muerto. Ik ben ervan overtuigd dat de jongen niet gedaan heeft. Was dat voor ons eigenlijk al een belangrijk signaal? Deze beelden liet de politie zien aan Vernon Romley's ex en haar moeder. Zij zeiden hem hierin te herkennen en dat speelde weer een belangrijke rol in zijn veroordeling. Ik duik in deze video dieper in hoe zo'n herkenning mis kan gaan. Jij ziet dat je beste vriend niet lijkt op je moeder of dat ik niet lijk op Willem-Alexander. Maar hoe zie je dat eigenlijk? I am not Amy Adams. Amy Adams and I are completely different people. Het herkennen van een persoon is hard werken. Maar liefst 3 delen van je hersenen zijn hiervoor nodig. De eerste, vlak achter je oren, geeft een globaal beeld van iemands identiteit. Het vergelijkt een gezicht met opgeslagen versies ervan. En dat is op zich wel handig, want als je bijvoorbeeld een oud klasgenoot tegenkomt van 10 jaar geleden, is het wel fijn als je die kunt herkennen, zelfs als die persoon kaal is geworden. Scheelt weer wat awkward gesprekken. Een tweede gebied, achterin de hersenen, scant vooral de details van een gezicht. Wenkbrauwen, gezichtsuitdrukking, rimpels. En hierdoor herken je het ook als er iets veranderd is. Your hair. You like? I hate it. Het derde gebied. Dat koppelt al jouw kennis over een persoon aan een gezicht en een naam. Ondanks al deze breinkracht komt het vaker voor dat mensen zich vergissen bij het herkennen van een gezicht. En soms levert dat leuke video's op. It's just Ashley. Ja, dit is nog grappig, maar het kan ook serieus misgaan. Zo dacht laatst een meisje uit Polen dat ze de lang vermiste Maddie McCann was. She wants a DNA test and posts pictures of herself next to the McCann family, saying they look alike. Onschuldige mensen die het slachtoffer worden van een liquidatie. Het lijkt erop dat schutters zich steeds vaker vergissen. Zo had je bijvoorbeeld ook de moord op Rob Zweekhorst. Een man die werd doodgeschoten terwijl hij zijn honden uitliet. En eigenlijk hadden de daders het gemunt op Dennis B. Een man die 2 straten verderop woonde, ook honden had en heel erg op hem leek. En sindsdien is de term vergismoord vaker in de media opgedoken. Dan is het ook nog belangrijk welke elementen van iemands gezicht je kunt zien. Als iemand waarnemen, dan focus je vooral op de afstand tussen de ogen, de neus en de lippen. En dat is wat we vooral onthouden. Dit noemen onderzoekers de face space. Vallen er elementen weg, dan wordt het al een stuk lastiger om iemand te herkennen. Rechtspsycholoog Peter van Koppen die deed ooit een testje in een strafzaak, waarbij een agent zei dat hij een dader herkende, terwijl deze een capuchon strak om zijn hoofd had en een zonnebril op, maar hij zei hem te herkennen van een eerdere keer op straat. Nou, wat deed van Koppen? Die pakte een bekende Nederlander en vermomde deze op precies dezelfde manier en legde dit voor aan een aantal proefpersonen. Geen van hen herkende deze persoon. Jij wel? Terug naar de zaak Romley. Het is dan de kunst om uit al die dossiers te lichten waar je wat mee kunt doen. Hier was het gezicht van de dader eigenlijk nauwelijks te zien. En toch zeiden de getuigen hem wel te herkennen aan onder andere zijn ogen en zijn wenkbrauwen. Een team van forensisch experts zocht dit uit. Met name de vorm valt op. De wenkbrauwen van de dader zijn veel ronder van vorm. En die van Vernon Romley zijn wat hoekiger. En daarnaast denken we te zien, maar we hebben te maken met de slechte kwaliteit van het beeldmateriaal, dat de afstand tussen de wenkbrauwen verschilt. Maar waarom denken getuigen dan soms toch iemand te herkennen? Dat heeft misschien minder te maken met het brein, maar meer met de manier waarop ze zijn verhoord. De herkenningsprocedure, zoals we dat noemen, van alleen de videoband laten zien aan deze 2 getuigen en dan nog terwijl ze bij elkaar zijn. Bizar. Hoe haal je het in je hoofd? Het zijn geen onafhankelijke getuigen meer. Annelies Vredeveld, ook rechtspsycholoog, die deed hier onderzoek naar. De manier waarop de verhoorde vragen stelt, heeft een hele grote invloed op de manier waarop de getuige het verhaal vertelt.
En als de verhoorder suggestieve heeft vrijgesteld... Je bent daar gewoon die avond geweest. Nee. Dan is er een heel groot risico dat de getuige die details in zijn geheugen, in zijn herinnering gaat opnemen. Moet je helpen, dit verhaal? Nee toch? Moet je toch zelf ook invullen? Niet binnen, laat maar buiten. Oké, maar hoe ging het afnemen van die getuigenverklaringen in de zaak Romley? Nou, niet helemaal volgens het boekje, zeggen de experts die ik sprak. Zo werden de getuigen met z'n tweeën verhoord. Bizar, waar haal je het in je hoofd? Er werd aan hen de vraag gesteld, zien jullie op deze bewakingsbeelden inderdaad Vernon Romley? Dat heet dan een show-up, dus één foto laat zien aan de getuigen en vraagt, is dit de dader? Dan zijn ze heel geneigd om te zeggen ja, omdat ze hem echt herkennen. Maar het kan ook zijn omdat ze denken, ja, die politie zal wel niet voor niks deze foto laten zien. Of, ik wil ze wel helpen, dus laat ik maar zeggen dat het klopt. Die herkenning op een video waarop het gezicht van de dader nauwelijks valt te zien, is nooit goed onderzocht. Zelfs de vraag, herkent u iemand hierop, is al een beetje suggestief. Dus om ervoor te zorgen dat de enige reden die overblijft is dat je hem herkent, moet je dus zo'n foto in een fotoconfrontatie zetten. Een foto tussen andere foto's zetten van mensen die ook aan de getuigenbeschrijving voldoen. Want dan is nog steeds degene, de getuige die het echt heeft gezien en zich herinnert, kan dan wel degene herkennen die het was. Dus terug naar mijn allereerste vraag. Hoe betrouwbaar is gezichtsherkenning in een politieonderzoek? Nou, op zich betrouwbaar, al kan een getuige zich natuurlijk altijd vergissen. En om die kans zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat het onderzoeksteam zich houdt aan de herkenningsprocedure. Nog even over die afbeelding in het begin. Sta ik daar wel tussen? Wil je nou meer weten over Vernon Romley en zijn veroordeling? Kijk dan de hele docuserie De Zaak Romley op NPR Start.